Het core podcast effect is niet onopgemerkt gebleven. In Rotterdam-Zuid hebben ze inmiddels kennis gemaakt met de doelpunten van Guus Til. En na de lofzang van vorige week aarzelde de voetbalbond van Irak geen moment om Cor Pot als assistent trainer in te lijven. Dus ook in Bagdad zullen ze binnenkort bezwijken onder de charme van Cor. Vandaag doen we iets anders. We gaan de diepte in met de man die meestal andere mensen de diepte instuurt. Met de stratege van Ajax en het Nederlands elftal, Daley Blind. Daley, welkom. Dankjewel. Leuk dat je bent. Je bent net terug uit Oostenrijk, als ik me niet vergis. Ja, is dat is zo'n voorbereidings- en trainingskamp iets waar jij van geniet? Ik vind het wel altijd leuk om met het team op pad te zijn. Je groeit toch wat, wat meer naar elkaar toe. Je leert ook wat nieuwe spelers, zodat beter kennen. En het is altijd goed om aan het systeem en alles te werken. Alleen, ja, de trainingen zijn wel zwaar en pittig. Ja. En dat is wel iets wat... Wat me met de jaren wel iets meer met gaat tegenstaan. Uh-huh. Maar het hoort erbij. En al met al is het altijd gezellig. Ik heb echt een scheidhekel aan de voorbereiding. Jij vindt niks? Ja, ik heb dit zijn twee dagen na, toen heb ik ermee gekapt. Gewoon letterlijk. Ik vond het echt niet leuk, man, de voorbereiding. Ik weet niet. Ik vind zo'n trainingskamp... er zitten ook wel een hoop gezellige momenten in eigenlijk. Het zijn ook een hoop loze uurtjes te doden. Ja, het trainingskamp vond ik niet eens zo'n probleem. Maar ik vond gewoon wat was het, een week of 6 of 7. En je speelt alleen maar oefenwedstrijden. Ja. En je merkt heel erg, je snakt. Ja. In het begin, iedereen vindt het leuk. En dan na een week of 6 is die basis bekend. Is ineens een stuk minder leuk. Ja, ja, ik had er echt helemaal niks mee, man. Wij spelen de afgelopen trainingskampen, voorbereidingen, oneindig veel potjes Perudo. Ik ken dat spelletje met die dobbelsteen. Ik weet niet of jullie het kennen. Ik vroeg me al, wat doen jullie om de loze uurtjes te tackelen? Dit trainingskamp, we spelen Avalon. Ik weet niet of je het kent. Een soort weerwolf. Jij hebt het een keer gedacht. Ja, dat is mooi. Maar dan moet je met een vrij grote groep spelen, ja, toch? Ja, met minimaal 7 ongeveer. Okay. Ze hebben wel wat jongens die meedoen. Maar er wordt ook... Mordred. Ja, Mordred. Ja, ja, ja. Met wie speel je dat? David Klaas is erbij. Tadic is er altijd wel bij. Berghuis. Even denken, Stekelenburg, Pasveer nu. Okay. Dus wel een groepje, wat is wel leuk. En uiteindelijk sluiten er steeds meer jongens aan. Ja, vind het leuk om te zien. Maar er wordt ook PlayStation wordt er meegenomen, gespeeld. Ja. Mario Kart. Er zijn inderdaad heel wat loze uurtjes te vullen. Ja, ja, ja. Dat komt altijd wel goed. Maar dat is een soort weerwolven. Soort weerwolf. Ik heb dat weerwolf 1 keer gespeeld op een soort illegale verjaardag van Bart Vriends. Dat was zo vet. Ergens in de coronatijd in een afgesloten huis in Zeeland met iets te veel mensen. Ja. En daar waren we met een groep van 17 of zo dat aan het spelen. En Bart die presenteert zich natuurlijk altijd heel erg progressief en best wel links georiënteerd. Maar er was 1 Marokkaan en 1 Turk. En de rest waren allemaal, zeg maar, witte gasten. Ja. En de eerste 2 die waren weggestemd. Ik zei, dat was mijn verjaardag. Ik heb mezelf zo geschaamd voor het collectief waar ik me mee omring. Want inderdaad, dus waar hij is trouwens... Iranees en die andere jongen is Turks. Maar dat waren de eerste 2 die zonder enige reden werden weggestemd en in de hoek moesten gaan zitten. Ja, dat is waar. Ik schaam me er nog steeds voor. Maar we willen het even over de zomervakantie hebben. Want over het algemeen kan je, de vakantie van een voetballer wel een beetje uittekenen. Zeker de vakantie van een stervoetballer. Hoe zag jou de vakantie eruit na het EK? Ik ben eerst met mijn gezin, 2 kinderen en mijn vrouw, naar Zuid-Frankrijk geweest. Ja. Een week. En toen ben ik teruggekomen samen met Davy Klaas en zijn vriendin. Zijn we naar Ibiza gegaan 4 dagen. En hebben de kids bij de schoonouders gelaten. Goed plan. Dus dat was lekker. En toen nog een paar dagen in Nederland geweest. En toen ben ik nog een klein weekje naar Spanje geweest met mijn gezin. Dus... Dat een beetje de... Toch weer het Ibiza, wat jullie denken. Die konden we wel afvinken, maar het kan erger, laten we eerlijk zijn. We waren dus aan het eind van vorig seizoen, zeg maar. We wilden een serie maken in aanloop naar het EK. Dus we hadden wat... En Bart en ik gingen toevallig naar Italië. En Thomas had nog wel een gaatje om ook naar Italië te gaan. Dus we probeerden Stefan de Vrij te regelen. Heel klein gaatje. Maar dan vond het geen gaatje. We probeerden Stefan de Vrij te regelen. En Martin de Roon stond er wel voor open. Maar al die gasten gingen eigenlijk direct weg. Zeg maar, de dag van... Ze speelden bijvoorbeeld op zondag laatste wedstrijd. Zondagavond waren ze al weg. Maar ja, Ricky Karstorp, die spande wel de kroon. Die ken ik nog dan van vroeger. En die zei, ik zei, kan je dan misschien maandag opnemen? Want ze speelde volgens mij zondagavond de laatste wedstrijd. Ze zei, nee, maandag zit ik in Curaçao. Ging hij dan met volgens mij al zijn vrienden heen en zijn gezin. En dan vloog hij vanuit Curaçao door naar Miami met zijn vriendin alleen. En vanuit Miami vloog hij door naar Ibiza. En daar kwam dan zijn hele familie naartoe. Dat is wel ongeveer, daar heb je alles wel aangevinkt. Ja, Curaçao, Miami, Ibiza. Dat zijn denk ik wel. Maar het is wel zo dat je wil zo snel mogelijk weg. Zeker na zo'n EK als het uiteindelijk teleurstellend is, zeg maar. Je zit eigenlijk al bijna 6 weken op elkaars lip. En op het moment dat je vakantie ingaat, gaat ook gewoon de 3 weken in. Ja, 3 weken maar. Ja, uiteindelijk hadden we 3 weken. Dus dat is nog redelijk. En hoeveel wedstrijden heb je gespeeld? Of in het...
hele seizoen? Ja, ik heb er wel wat gemist door blessure natuurlijk. Maar ik denk wel genoeg. Ik heb de statistieken niet bijgehaald. Nee, maar, ja, 3 weken is misschien wel opzoeken. Dat had de bondscoach ook niet gedaan. Ja. Neem je dan echt rust? Of moet je, of hoe lang gun je jezelf eigenlijk gewoon een totale vakantie? Nou, eigenlijk... echt vakantie geef je misschien zelf een week. Ja. En dan ga je alweer een beetje opletten van... Ja. Oké, ik moet misschien toch weer gaan lopen. Want ja, je ziet uiteindelijk... Wat is echt vakantie? Nou ja, gewoon echt gewoon niet sporten. Ja. Gewoon echt... en ook gewoon je wijntje drinken, je biertje drinken... wanneer je wil eten wat je wilt. Die scratch zijn boekje aan? Nee, dat niet, dat niet, dat niet. Daar pas ik voor, daar pas ik voor. Maar, hoe kom je daar nou weer bij? Ja, gewoon, dat zie je toch stereotype. Altijd. Ja, je ziet altijd dat die gasten... van Ibiza, bootje, die scratch zijn boekje. Ja, nee, dat niet. Maar uiteindelijk na een weekje, dan zie je eigenlijk dat de groep alweer gaat beginnen. Ja. En dan word je eigenlijk toch wel een soort van getriggerd om... Word je onrustig van. Precies, ja. En niet te ver achter te lopen. Ja. Dus dan ga je toch alweer een beetje opletten en een beetje opstarten. Goed. Iemand nog wat kwijt? Ja, niet zoveel eigenlijk. Thomas? Nou ja, één klein dingetje natuurlijk. Ik luister niet zo vaak naar andere podcasts, maar ik had deze week Man de podcast. Ja, ik zat toevallig ook te luisteren. Jij zegt die kutverhalen zijn besmettelijk. ik heb niet geluisterd. Even voor jouw informatie, Fokker die begint soms aan een verhaal en dan weet hij volgens mij zelf niet helemaal waar het eindigt. En dan blijkt het, ja, dan vragen we ons af waar de clue eigenlijk zit. Ja. Dus ik zat Man de podcast te luisteren en die hadden allemaal luisteraars uitgenodigd. En... Ja, daar kwam dus Fokker zijn vriendin. die zat in de studio daar volgens mij. We dachten dat een herkenbare stem. We gingen goed luisteren. Bleek Lisa. Het dus Lisa te zijn, de vriendin van Maarten. Die daar was uitgenodigd om een goed verhaal te vertellen. Ja, heb jij die reacties van die gasten nadat... Ja, heb je die paraat? Want, ja, we hebben hem. Ja, het is met... eerlijk is eerlijk, is met vlag en wimpel geslaagd. Ja. Dat later die host van de Man podcast... Dus er is in huis Fokker iemand die dus wel goede verhalen kan vertellen. Hij kan ervan leren. Dit ga ik in jou lang horen. Hij kan ervan leren. Ik moet er even bij zeggen, het was een nogal lang verhaal. Dus we hebben het halverwege een paar keer moeten doorspoelen om het een beetje compact te maken. Maar daar gaan we. 2019. Ik ging samen met 3 andere vriendinnen zijn wij op reis gegaan. En uiteindelijk zijn wij naar de Filipijnen gegaan. En wat is er allemaal gebeurd op dat eiland? Nou, een mooi verhaal is dat wij gingen daaruit. Maar doordat er wat dingen op het eiland gebeurd waren, mocht je dus niet meer na 12 uur uit. Maar goed, we hadden wat locals ontmoet. Ja, we weten nog wel een leuk plekje. En rij maar achter ons aan op de scooter. This is the life! Echt snel broek omhoog. Nou ja, en toen op een gegeven moment de politie, die was erachter gekomen. Ja, dan ben je gewoon de lul. Wat een goed verhaal. Ja, heerlijk verhaal, hè? Ja, heel goed. Ja, dankjewel. Dankjewel. Applaus, Lisa. Zo kan je dus ook reageren. Zo kan het. Ja. Dus, een heerlijk verhaal. Maar het bizarre is, we hadden vorige week, laat ik het akkefietje noemen, met mijn kutverhaal. En ik denk dan daarna toch wel van, weet je wat, ik heb jullie ook lopen zagen, dus waarschijnlijk ga ik hem nog wel een paar keer over me heen krijgen. Maar ik ben er niet heel trots op. Maar zij is er echt super trots op, hè? Ja, dat was toch goed. Was ook goed verhaal. Dat is toch te lang, man? Ja. Niet? Nee, dat is niet te lang. Veel mee. Ja. Je hoort aan de reactie van die mannen. Dit was gewoon. Dit was een geslaagd. Het zijn ook radiomensen. Je kan daar geen slecht verhaal vertellen. Ik stel gewoon voor dat jij gewoon op trainingskamp gaat bij Lisa. Ja. Dat het jou gewoon niet meer overkomt. Ik denk dat zij dat ook een goed plan vindt. Goed. Ja, leuk voorbereid. Lekker gewerkt. Zit die tegen blind kijken, waar ben ik nou van? Wat zijn dit voor gekken? Laten we het over voetbal hebben. Over de passing game. Iets wat jou, denk ik, misschien specifiek maakt als verdediger. En dan vooral het uitstellen van de paas. Daar is een artikel in de Correspondent over verschenen, waar we zo even op inkomen, op terugkomen. Maar eerst even het belang van een goede paas. Want ik las in een interview dat één paas van jou, de specifieke bal op Robin van Persie, die tot doelpunt wordt gemaakt. Jouw carrière een beetje heeft veranderd. Of zo zou je het toch kunnen zeggen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat toernooi, maar zeker die wedstrijd en eigenlijk die paas, die ook nu eigenlijk elk eindtoernooi terug zal komen.
Ja, dat heeft wel, denk ik, mijn leven een beetje veranderd, ja. Ik denk dat ze het zeker een rol op gespeeld. En ja, ik denk dat ik die wedstrijd eigenlijk... Ja, bij mij lukte bijna alles. Ja. Was bizar. Ja. En dat hele toernooi zaten we als Nederlands elftal in een flow. Ja, waar ook een Arjen Robben die een beetje in vorm was. Bizar, ja. Maar ja, ik denk wat ik zeg, die paas heeft wel mijn naam wereldwijd bekendgemaakt, denk ik. Geloof je, even een vraag die zomaar in me opkomt, maar geloof je, dat was onder Louis van Gaal natuurlijk ook, die wordt nu waarschijnlijk ook weer bondscoach. Denk je dat je, als je eenmaal zo'n succes hebt gehad en hij gaat weg, dat het dan ook gewoon maar zomaar weer kan gaan gebeuren? Ja, dat zal moeten blijken, maar ik geloof daar wel in. Ik denk dat Van Gaal een trainer is die heel goed weet wat hij wilt, die dat heel goed en duidelijk over kan brengen en eigenlijk niks aan toeval overlaat. Dus ik denk dat als alle puzzelstukjes uiteindelijk in elkaar vallen, dat het uiteindelijk weer een succes kan worden, zeker weten. Vond je eigenlijk de paas beter of de goal? Ja, de paas natuurlijk. Maar hij kopt hem lekker binnen. Hey, wij zijn natuurlijk een beetje huistuin- en keukenspelers. Sparta, Excelsior, AFC inmiddels. Werkloos. Werkloos zelfs. Manchester United, dat is zoiets wat... bij mij moet het heel raar gaan lopen, wil ik dat ooit nog bereiken. Bij jullie gaat het vrees ik ook niet meer gebeuren. Mediateam of zoiets. kan je vertellen wat het meest bijzondere was aan je tijd die je daar hebt gehad bij een van de grootste clubs van de wereld? Het begint eigenlijk gewoon zodra je daar aankomt. Voor het eerst kom je op het complex. En ik kwam daar voor het eerst, toen zaten ze te lunchen met z'n allen. En ja, dan zie je gewoon Rooney, Carrick... Mata, echt de grote spelers, zie je daar zitten. En ja, dan besef je misschien nog niet helemaal dat je daar een deel van uitmaakt. Ja. En als je dan ze leert kennen gedurende de eerste weken, dan merk je dat ook gewoon allemaal super normale gasten zijn die je gewoon ontzettend goed opvangen. En ja, als je met ze op het veld staat, waar je eigenlijk normaal, ja, het klinkt cliché, maar met een videospelletje mee speelt, ja, dan geeft dat wel een extra kick. En ja, dan merk je pas echt de grootte van de club als United. Maar ja, zoals spelers als Rooney, dat zijn, of Zlatan in een later stadium, dat zijn spelers waar je natuurlijk naar uitkijkt om mee op het veld te staan. Heb je iemand specifiek die je echt is bijgebleven? Ik heb altijd heel erg opgekeken naar Michael Carrick. Ook omdat hij ook een goede passer is. En iets waar ik dacht ik veel van kon leren. Was dat ook zo? Ja, was zeker ook zo. Hij stond altijd goed opgesteld. Hij is ook net als mij niet de allersnelste, dus ze moesten altijd op die manier op de juiste positie staan, de ballen goed ontvangen, ballen goed verwerken. En ja, hij kwam daarin nooit in de problemen. En op dat gebied heb ik zeker daar veel van opgestoken. En in een latere fase kwam Schweinsteiger ook nog naar de club. En dat was eigenlijk ook een speler waar ik wel tegen opkeek. Als ik het goed herinner, in het begin speelde jij op dezelfde plek, denk ik, als Carrick daar. Ja, in het begin speelde ik op middenveld, het eerste jaar. En toen eigenlijk het tweede seizoen, toen kochten ze Schweinsteiger. Mm. En op dat moment zag ik eigenlijk erbij wel hangen, want ja, dat was mijn positie. En ja, op dat moment vond ik eerlijk gezegd Schweinsteiger wel een betere speler dan ik op die positie. Dus ja, Van Gaal merkte dat aan me op bepaalde trainingen. En hij zag dat ik een beetje mijn kop liet hangen. En op een gegeven moment zei hij tegen me, Deli, komt goed, ik ga je achterin zetten. Centraal. Ja, eerst wat ik dacht van ja, ik heb misschien niet echt het postuur om nou in de Premier League als centrale verdediger te spelen. Maar hij toonde gelijk het vertrouwen in mij op die positie. En eigenlijk vanaf het begin heb ik die kans met beide handen aangegrepen. En ik dacht misschien op middenveld is voor mij lastig het tempo van de Premier League. En ik heb daar ook heel goede wedstrijden gespeeld, maar achterin dacht ik dit kan wel eens mijn positie gaan worden. En daar is nu een plek vrij en daar moet ik dus voor gaan. En uiteindelijk heeft het ontzettend goed uitgepakt. Kom je, want je zegt, ik had niet het idee dat ik het postuur had van een centrale verdediger. Ben je daar ook mee in de problemen gekomen of valt het in de praktijk valt het eigenlijk mee? Nee, in de praktijk valt het heel erg mee. En waar wijd je dat dan aan? Het is natuurlijk, in Engeland word je al snel neergezet van, als centrale verdediger, hoe groot ben je? Ja. Kan je goed koppen? Hoe breed ben je? En hoe ver kan je de bal in de tribune schieten eigenlijk? Ja. Daar word je eigenlijk, wordt heel snel naar gekeken. Zeker door de Engelse analisten eigenlijk. Ja. En je krijgt al gelijk een stempel dus van, je bent niet groot of snel genoeg. Ja. En ja, Van Gaal had daar eigenlijk gelijk maling aan. Die zette me gewoon op die positie. Ik had Chris Smalling toen naast me. En, die is wel redelijk groot, hè? Die is redelijk groot.
Dus heel vaak gebeurde het ook in wedstrijden. Dat als er een spits bij mij ging staan en een lange bal, dan wisselden we gewoon van positie. Ging hij het duel aan en pak ik er gewoon rechter centrale in. Ja, dat waren allemaal trucjes waarmee het gewoon oploste. En ik moet ook zeggen, in Engeland waren heel veel teams ook niet heel tactisch georiënteerd om mij dan vast te zetten in de opbouw. En eigenlijk kwam ik daar zo goed tot mijn recht. Ik kreeg de vrijheid ook om te voetballen. En het is ook zo dat je moet ook niet verwachten van mij dat ik van elke spits een kopduel win. Ja. Dus als je dat gewoon weet, dan kan je daarop instellen, zeg maar. Wat jij net zegt over die analisten. Ik zag dat Rio Ferdinand, die had iets getweet over, weet die groot van me dit, Varaan. Dat hij wel heel erg moest beseffen dat de Premier League dan een andere competitie is en dat hij moest gaan wennen aan die kopduels. Maar het blijkt dus gewoon dat in de Premier League worden helemaal niet zoveel voorzetten gegeven, relatief. Mm. Maar denk je ook dat... Misschien wel lange ballen, toch? Ja, maar gewoon qua kopduels voor die ouders gaan, dat bleek blijkbaar dat gemiddeld gewoon waar hij nu speelde, zeg maar, dat het meer was. Maar dat beeld, ik heb van de Premier League best wel een beeld gewoon van kick and rush en heel veel duels. Is dat wel zo of valt dat eigenlijk wel mee in de praktijk? Het is wel zo, maar ik denk wel met de laatste jaren steeds minder. Omdat er toch ook veel meer trainers vanuit andere landen die kant op gaan. Die komen toch met een ander type voetbal. Dus ik denk dat het wel veel minder is geworden. Maar je hebt natuurlijk nog steeds die wedstrijden tussen zitten. Maar ik bedoel niet zozeer te zeggen dat het slechte analisten zijn. Ze hebben gewoon een eigen beeld van... Hoe het in hun tijd misschien zo was. Zo moet het inderdaad in hun tijd gespeeld, of werd het gespeeld. Zo moet het Engels voetbal misschien gespeeld worden. En als het anders gebeurt, is dat misschien een beetje vreemd. En ik was geen verdediger die me in de tribune schiet. Ik probeerde het gewoon voetballend op te lossen. En soms ziet het er niet zo spectaculair uit als een tackle. En voor een tackle gaan ze daar wel op de banken. En dat is wel een verschil. Ben je niet af en toe toch een paar ballen de tribune in gaan rossen om maar aan dat beeld te voldoen van Premier League verdediger? Kan ook verleidelijk zijn. Ja. Want ze gaan juichen, ze gaan zeker, de banken. Zeker, dat was wel voor jou geweest. Ja, en dan die boel opzweven. Nou, niet zozeer daarom, maar je gaat het wel sneller doen. Je doet het wel sneller, Ik heb een compilatie van je zitten kijken. We gingen het over Pasen hebben, dus ik heb wat dingen op YouTube gekeken. En ik zag je daadwerkelijk, denk één keer een bal met rechts door de tribune in knallen, waarvan ik dacht, zal ik hem bij Ajax misschien niet zien doen? Nee, je gaat er wel soms in mee. Ja. Het wordt ook dit zou hij bij Ajax nooit doen. Ik dacht, even kijken, dit doet hij alleen omdat Engeland is. Maar in Engeland maken ze er inderdaad geen punt van. Dus het is daar inderdaad, het publiek gaat op de bank, ook als er een corner of een ingooi is, staan ze allemaal op juichen en hartstikke mooi. Maar om er terug te komen, bijvoorbeeld op het jaar met Smalling achterin, hadden we volgens mij de minste tegendoelpunten als team. Ja. En dat is dan toch iets als centrale verdediger samen met je keeper een mooie statistiek. Ja. Dus ik kan voor mezelf wel zeggen dat ik redelijk geslaagd ben als centrale verdediger op die positie, ook in Engeland. En ik ben blij dat Van Gaal me daar die kans heb gegeven achterin. Weet je daar ook... Want ook als ik die compilatie bijvoorbeeld zat te kijken, dat Pasen, dat diep wel lekker daar. Maar werd je daar ongewaardeerd ook in Engeland? Of sprak men daar niet echt over? Jawel, ik denk wel dat uiteindelijk werd dat gezien als mijn sterke punt, zeg maar. En ik denk dat wel gewaardeerd wordt. Het is alleen in Engeland de risicoafweging. Kijk, bij Ajax wordt het erin gepusht. Als je City kijkt, mag je daar fouten in maken. Mm-hmm. Want ze willen dat je gewoon dat spel speelt. En als je dat niet gewend bent of trainers eisen dat niet van je, maar je doet het toch, dan zal een trainer vaak kiezen of willen dat je een andere oplossing kiest. Misschien sneller de lange bal hanteert. Ja. En die zal dan minder zeggen na een foute bal van, hey, ik wil dat je het gewoon de volgende keer nog een keer doet. Ja. En dat is denk ik een verschil die je hebt als je een bepaalde coach wel of niet hebt. Is dat belangrijk voor jou dat je trainer jou ook echt die vrijheid... Ik kan me voorstellen dat voor je zelfvertrouwen wel vrij belangrijk is. Dat je gewoon vrijheid hebt in de keuze die jou zelf het beste lijkt. Ja, zeker. Heb je ook wel eens trainers gehad die zo waren wat je net zei? Dus die dat minder van je verwachten? Ja, bijvoorbeeld bij Mourinho die daarna kwam. Ja. Die vond het prima als je de opbouw speelt zolang de bal goed is. Ja, die is lekker. Ja. 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 Daar zijn er een hoop van. Ja. Maar als de bal niet goed aankomt, dan dan zegt hij ook gewoon, schiet hem dan maar lang. Dat is nooit een foute bal. En we zetten lekker druk met z'n allen daar. Je mag risico nemen, maar het moet niet fout gaan. En daarna moet je het ook niet nog een keer proberen. wie is eigenlijk zelf de beste paser met wie jij hebt gevoetbald? Ik denk vanuit achteruit dat ik toch wel naar Carrick of Schweinsteiger dan ook neig. Toch de spelers waar ik graag naar kijk. Maar als je echt naar echt een paser, bijvoorbeeld Wesley Sneijder is ook een fantastische paser. Dus daar kijk ik gewoon graag naar. Maar ik kijk meer naar spelers zoals een Carrick die ook linies doorbreekt. En eigenlijk de paas altijd vooruit zoekt. Ja. En die iemand op zijn goede benen inspeelt, bewust. En daar kan ik wel van genieten.
Jullie nog iemand op het netvlies? Ja, Bart Vriends denk ik. Nou ja, ik heb niet met echte, heel lang met echte toppers gespeeld, maar Jordi Buijs was echt een hele goede paas. Ik denk voor Nederlandse begrippen. Die was ook compleet tweebenig. Dus bij Heerenveen, voordat hij zijn kruisband scheurde, vond ik hem daarin wel echt exceptioneel goed. Nou ja, de enige met wie ik echt een goede verstand heb, ik speelde natuurlijk een linie, twee linies verder. Dus ik was eigenlijk meer de ontvanger van die passes. Maar ik had goede verstandhouding met Michel Breuer. Die op het oog werd die eigenlijk altijd weggezet als niet zo'n goede voetballer. Maar die beheerste dat spel wel. Die begreep precies wanneer die wel in moest drijven, wanneer niet. Wanneer die kon wachten. En die kon ook best wel lang wachten. Dus dat was voor mij gewoon perfect. Want dan, wat ik wist op een gegeven moment, dan gaat de tegenstander kiezen. En dan kom ik vrij. En dat wist hij ook van mij. Dus dat is wel belangrijk dat je zo iemand... En net zoals dat het voor jou waarschijnlijk ook belangrijk is dat er een speler is die hem op het laatste moment nog wel altijd even verwacht. Ja, ik heb het nu vooral met Klaassen natuurlijk. Ja. Als hij op het middenveld speelt of Tadić, die kan ik altijd goed vinden. Dus ja, je hebt ook een klik nodig met iemand die weet wanneer die ballen kan ontvangen inderdaad. Dat is met Bart ook het probleem met Sparta en niemand loopt vrij. Ja. Ja. Dus dan gaat hij altijd weer naar Jannes centraal. En ik blijf hem proberen, maar ze komen niet. Ja, lekker. Uitzellen bij Becky. Het is voor mij één grote leerschool vandaag. Maar ik denk dat het best wel onderschat wordt hoe belangrijk dat is in je team. Dat je dat hebt, zeg maar, dat samenspel. Dat je... Ja, maar ik denk dat het ene het gevolg is van het ander. Maar er komen we misschien zo op terug. Maar het feit dat een verdediger lang durft te wachten, heeft ook invloed op wat de aanvallers doen. Als je een verdediger hebt die hem heel snel wegspeelt, waar we een aantal voorbeelden van kennen, dan zal een aanvaller ook sneller geneigd zijn om te denken, ik kom er niet meer op. Maar we gaan het even over dat artikel in de Correspondent hebben. Dat moeten we toch even noemen. Michiel de Hoog heeft het gemaakt samen met een analist die jou onder de loep heeft genomen. Het artikel heet, eerst was Delay Blind een scheldnaam en nu is het een eretitel. Thomas, jij hebt het gelezen. Kan je even uitleggen waar het artikel over ging? Jij vertelde mij toen het EK voor de deur stond van ja, Michiel die wil wat artikelen gaan schrijven met voetballers die naar het EK kijken en dan iets wat zij mooi vinden eruit pikken. En toen zei ik gelijk van ja, ik wil wel iets met Pasers doen, want dat vind ik gewoon een beetje ondergeschoven kindje, zeg maar. Als het over analyses gaat, gaat het natuurlijk over systemen en weet ik het wat, maar... Hoe krijg je de bal bij de spelers die je moet hebben op de juiste plek? Dat is best wel een mooi onderwerp. Dus toen zaten we een beetje te denken. Nou, toen kwamen we al vrij snel bij jou uit. Want bij Ajax loopt dat allemaal wel goed. En bij de Nederlands elftal probeerde je dat ook. En er zat wel duidelijk een verschil in. Dus dat was wel leuk omdat... Dus Michiel heeft me toen allemaal beelden gestuurd van Ajax, van jou. Zijn we allemaal gecodeerd. Ik heb urenlang Daily Blind zitten kijken. Ja, ik kreeg ze ook toegestuurd als huiswerk. Maar ik heb het in het vliegtuig inderdaad anderhalf uur lang de ene naar de andere paas zitten kijken. Jij bent steeds kleiner in dat vliegtuig. Nee, maar het is met recht. Dat is zeker waar. Maar het is met recht wel... Het is tof om naar te kijken. Het is iets wat misschien voor de leek niet zo opvalt. Als je gewoon een wedstrijd kijkt, dan lijkt het misschien niet zoveel speciaals. Maar als je er heel geconcentreerd naar gaat kijken, ja, dan is het super waardevol, denk ik, voor een elftal. En maakt het dat een team veel makkelijker gaat voetballen. Maar leg even de onderliggende boodschap. Dus het ging mij vooral over de passer en tegelijkertijd over het positiespel van degene die hem moest ontvangen. Want die zijn dan in principe net zo belangrijk. Dus dan doe je een paar aannames over wat je... Ik weet natuurlijk niet wat jullie hebben afgesproken. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Heb jij het gelezen? Ik heb het gelezen, ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of we een beetje bij het juiste eind hadden in sommige dingen. Ja, ik denk dat het uitstellen is het belangrijkste, denk ik. Ja. Als je, hoe langer je durft te wachten, hoe eerder vaak tegenstanders geneigd zijn om een keuze te maken en eigenlijk de keuze voor jou maken. Ja. En het is eigenlijk hetzelfde een beetje als hoe heel veel jongens een penalty nemen, die wachten op de keeper. Ja. En ja, daarop baseer je keus. Dus eigenlijk is het ook makkelijker als een aanvaller je onder druk zet. Want vaak geeft hij dan een keuze vrij. Als vaak een team wacht en ze laten jou de keuze maken, ja, dan is het vaak moeilijker om de oplossing te vinden. Is dat iets wat je altijd al hebt gehad of heb je dat in de loop der jaren aangeleerd? Nee, het is wel in de loop der jaren verbeterd, zeg maar. Het is wel, ik ben wel meer ermee bezig geweest de laatste jaren om daar meer aandacht in te steken. Maar heb je dan iemand gehad die tegen jou zei van... luister, ik denk als je het langer uitstelt dat het veel makkelijker wordt? Of is dat gewoon iets wat je zelf een aantal keer probeert... en je ziet dat het dan heel succesvol is... of dat het soort van erin sluipt? Ja, voetbal verandert denk ik ook. Dus toen ik doorkwam als jeugdspeler... toen was het eigenlijk vooral meer indribbelen... en een extra man creëren op middenveld. Terwijl het nu meer passes en positiespel. Dat komt waarschijnlijk ook door de manier
van druk zetten van de tegenstander, denk ik. Ja. Dus daar zal het misschien ook wel een beetje mee te maken. Dat is eigenlijk begonnen bij mijn eerste periode bij Frank de Boer. Die begon eigenlijk met het durven uitstellen. En durven te wachten op de juiste oplossing die uiteindelijk komt. En ja, uiteindelijk ga je daarmee bezig. En ik was al heel snel wel bewust dat mijn kwaliteit bij het pasen lag, vond ik zelf. En ja, dan ga je ook al heel zorgvuldig met passing om. Ik kan bijvoorbeeld best wel geïrriteerd raken als ik 2-3 foute ballen geef achter elkaar of in een wedstrijd. En daar voel ik me dan echt verantwoordelijk voor. Dat is gewoon mijn taak om dat goed te doen. En zo ben ik eigenlijk steeds mee bezig geweest. En ja, dan ga je een beetje dingen ontdekken in positiespel, in wedstrijden. Ja, bijvoorbeeld waar je net over hebt, dat je moet indribbelen of een man meer creëren. Dat is, ik vind dat heel goed als je de ruimte hebt. Maar heel veel spelers dribbelen ook in en maken eigenlijk alleen maar de ruimte kleiner voor zichzelf. Ja. Want hoe meer jij indribbelt, hoe dichter je bij de spits komt die misschien wel op staat te wachten. En uiteindelijk heb je veel minder ruimte. En als je uiteindelijk misschien een lokpaas speelt, wat we bijvoorbeeld bij Ajax ook vaak doen, of bij het Nederlands vak, Nederlands zelf vaak met Frenkie. Wat is een lokpaas? Ja, dat je bijvoorbeeld net een middenvelder inspeelt, die kaatst hem en waardoor vaak tegenstanders geneigd zijn om eigenlijk eruit uit de formatie te lopen en druk te gaan zetten. Ja. En daardoor creëer je daarachter weer ruimte en dwingt eigenlijk een aanvaller jou om een keuze te maken. Mm-hmm. En als een aanvaller op mij druk zet, dan zelf als middenvelder maak je snel een driehoekje en je speelt iemand anders vrij. Dus het is vaak makkelijker als je... Het is vaak makkelijk als je op een druk wordt gezet. Heel blokpaas. Ja. Maar die geven wel vaak heel veel korte paasjes. Heel veel korte paasjes. Uiteindelijk de tegenstander uit informatie proberen te halen. En ik denk dat je dan uiteindelijk moet op zoek gaan naar de gaatjes die vrijkomen op middenvelders die wachten op hun positie eigenlijk. Ja. Kan je ons even meenemen naar gewoon wat er in jouw hoofd gebeurt als je... Zeg maar, jullie zijn heel vaak aan de bal. Zowel bij het Nederlands elftal als bij Ajax. Ik denk dat jij over het algemeen de speler bent die het meeste paasjes verzendt in een wedstrijd. Wat gebeurt er in je hoofd op het moment dat die bal aan jouw voet is? Ik ben benieuwd, in hoeverre ben je aan het scannen van de omgeving? In hoeverre heb je al bedacht wat je wil gaan doen? En in hoeverre is het gewoon intuïtie? Kan je daar iets over zeggen? Ik probeer wel altijd mezelf heel veel ruimte te geven om de bal te ontvangen. Dus als centrale verdediger heb je ook vaak wel eens dat bijvoorbeeld een buitenspeler ook op jouw druk wil zetten. Ja. Als je het groot maakt, dan probeer ik gewoon eigenlijk veel meer naar die andere centrale toe te bewegen en helemaal in het centrum van het veld te komen. Zodat eigenlijk de buitenspeler al denkt van, dat is eigenlijk te ver voor mij. Ja, dus dan geef je jezelf door van die buitenspeler af te lopen, geef je jezelf mezelf extra al tijd veel meer ruimte te geven. Okay. En daarna weet ik wel al bijvoorbeeld waar een Davy of een Tadić ongeveer is en waar ik naartoe wil. Maar daarna komt ook een stukje intuïtie gewoon erbij kijken. Ja. Ik heb mezelf wel altijd geleerd om... mijn vader zei altijd, je moet opendraaien. Want je kan altijd terugkappen. De keeper kan je altijd inspelen. Mm-hmm. Dus als je niet opendraait, dan weet je ook niet of je daar überhaupt opties hebt gehad om vooruit te spelen. Ja, ik heb er genoeg gezien de laatste jaren die het daar niet mee eens zijn, hoor, dat je open moet draaien. Dus eigenlijk heb ik mezelf een soort van aan te leren om altijd met je gezicht naar het veld toe te komen en dan een keuze te maken. En word je onder druk gezet, afkappen en kan je altijd terug. Ja het lijkt... kijk, volgens mij, laten we zeggen 90% of 80% van de verdedigers doet... Op een gegeven moment ben je aan de bal en dan wordt het spannender. Dus dan komt er druk van een middenvelder of een spits die jou minder tijd aan de bal geeft. En dan is denk ik de meeste verdedigers, daar schaak ik mezelf uiteraard ook onder, zijn daardoor, doordat het spannender wordt, snel geneigd om een weg te spelen naar iemand die meer ruimte heeft dan jij. Maar ik heb bij jou specifiek het gevoel dat je, wat er bij jou dus gebeurt... het moment dat het spannend wordt, dat ligt bij jou later in je hoofd dan bij de meeste andere spelers. Waardoor dat is meestal een fractie van een seconde of misschien een halve seconde, waardoor er daarna ruimtes openen. Ik denk dat wat ik in de beelden zag, dat het verhaal wel is. Ja, ik schiet hem ook wel eens lang. Ik raak ook wel eens in paniek en denk van nu mag ik hem ook echt niet verliezen. Ja. Maar inderdaad, ik heb ook wel veel beelden gezien wat onder mijn neus werd gelegd. Van kijk, je hebt veel meer ruimte dan je eigenlijk denkt. Ja. Of veel meer tijd dan je eigenlijk denkt. Vaak als iemand in je rug zegt, heb je vaak misschien nog één seconde. Of zit hij nog 2 meter van je vandaan. Ja. En dan heb je misschien nog de tijd om een andere keuze te maken. Ja. En soms is het ook gewoon wel de risicoafweging. Als je een bal tussen linie speelt en hij wordt pas over 20 meter misschien onderschept. Mm-hmm. Ja. Dat kan. Ja. Maar als je bijvoorbeeld een keer een back of iemand in wil spelen en iemand zit er gelijk tussen, of vaak een breedtebal, dan zou ik hem minder snel spelen. Ja.
Ik had wel het idee toen, want ik zag die beelden ook en dat ging voor een deel over Ajax, maar ook voor een deel over Nederland zelf al. We probeerden vooral een beetje zeg maar, de vergelijking te treffen tussen Ajax en Nederland zelf al. Ja. Je zag bij Nederland zelf ook dat je het probeerde, maar dat het wat minder goed lukte dan bij Ajax, vonden wij. Dus wat minder vaak en wat minder doeltreffend. Dat met loopactie te maken, toch? Was jouw conclusie? Ja, dus ja, vooral het positiespel van de aanvallers. Ja. Dus bij Ajax zie je dus echt heel duidelijk dat Tadić, Klaas inderdaad en ook, Tagliafico, dat die ook, die doet natuurlijk ook mee, want die is ook belangrijk daarin. Die ontvangt de bal wat minder vaak, maar die maakt wel ruimte. Dat bij Nel zelf al, dat je al best wel ver aan de zijkant uitkwam. En dat er ook gewoon minder opties waren. Ja, ik denk dat het gewoon met vastigheden te maken heeft. We spelen natuurlijk al zo lang in de formatie bij Ajax eigenlijk. Met onze ogen dicht moeten we ongeveer weten waar de posities ingevuld moeten zijn. Als wij drie maken achterin bijvoorbeeld. Ja. Dan weet je eigenlijk waar de veldbezetting is ingevuld en hoe dat staat. Dus dan weet je wel waar je soort van al naar moet kijken en waar je de ruimte moet zoeken. Ja. En bij het Nederlands zelf. En ook vertrouwen, denk ik, dat je altijd weet. Als team, denk ik. Ja. En ik denk met Nederland zelf al hebben we ook dit EK gewoon ook hele korte voorbereiding kunnen draaien. Om echt naar die vastigheden toe te leven, denk ik. Ja, ik had een heel lang gesprek met Michiel de Hoogte over gehad. En die had het vervolgens in mijn woorden als volgt opgeschreven. De intuïties van de spelers van Nederlands elftal waren minder gesynchroniseerd. Ja, dat heb ik natuurlijk nooit gezegd. Heb je weinig idee wat hij ermee bedoelt? Nou ja, dat zeg maar in dat vrijlopen, dat is ook gewoon gedeeltelijk wel denk ik op intuïtie. Want als ik naar mezelf kijk ook, je zoekt je ruimte en je weet niet altijd wat de tegenstander doet. Zeker als de tegenstander minder goed is dan dat jij bent, dan spelen ze misschien wat minder georganiseerd. Ja. Maar doen ze wel dingen die je niet verwacht. Dus dan heeft dat ook wel met intuïtie te maken, zeg maar, dat vrijlopen. Ja. Maar dat moet wel op elkaar afgestemd zijn. Dus de ene moet wel zorgen dat hij niet de ander zijn ruimte dichtloopt, zeg maar. Dus dat hij bij iemand anders in de weg loopt. Ja. Dus ik denk dat het daarmee... Ik denk dat het goed is wat jij net zegt. Van als spitsen weten dat ze gezocht worden, dan maken ze wel die loopacties. En als ze op een gegeven moment na 2-3 ballen denken van ik krijg hem toch niet. Ja. Dan blijven ze staan en daardoor lopen ze misschien ook weer een gat. Of lopen ze niet vrij, waardoor iemand anders vrijkomt misschien wel, weet je. Ja, dus ik denk dat als ik het... Dat is een afwisseling. Als ik het zo kijk, dan denk ik wat jij voor jezelf creëert, jij specifiek, is dat het misschien... eventjes spannender is, maar daardoor krijg je uiteindelijk meer opties. Ja. Omdat je dus net iets langer wacht, ligt er net een lijn extra open waar jij in kan spelen. Tenminste, ik denk dat ook het spel van Ajax en het Nederlands elftal daardoor sterker maakt. Je zei over, ik las dat het in het EK niet zo uit de verf kwam. Per 90 minuten liet Daley Blind in de groepsfase gemiddeld 20 passes noteren die een medespeler vonden in de laatste 30 meter van het veld. Alleen Tony Kroos deed dat vaker in de groepsfase van het toernooi. Dus dat was niet zo slecht. Dat was niet zo. Maar het middenveld, daar staat nog dichterbij. Maar wat de kanttekening is, bijvoorbeeld de laatste wedstrijd tegen Tsjechië, als ik me niet vergis. Daarin lijkt het alsof de tegenstander... zich daarop heeft ingesteld en jou neutraliseert, waardoor dit niet uit de verf komt. Heb je dat ook zo ervaren? Ja, maar dat gebeurt niet alleen tegen Tsjechië. Je ziet het steeds vaker dat ploegen, niet alleen bij mij, maar bij de voetballende spelers, dat het gewoon vastzetten. Ja. Zou ik in principe ook doen, toch? Ja, dat is wel logisch. Ja, maar je gaat zelf ook op zoek naar waar je weer de ruimte kan krijgen en de bal kan ontvangen. Maar dat is inderdaad soms wel lastiger, waardoor je minder aan de bal komt. Ja. En eigenlijk dan ook minder in je spel. Ja. Dus, Wat is voor jou de ideale paas? Wat geef je het allerliefst? Waarvoor, als je hem hebt gespeeld, dat je denkt van dit is precies wat ik wil zijn als speler. Ja, ik denk als ik hem in de as krijg opendraaien en dan iemand echt strak tussen de linies inspeel. Of laag over de grond. Of vanuit het midden over de grond tussen 2-3 man door bijvoorbeeld. Ja. En uiteindelijk ook nog op het goede been bij iemand. Mm. Ja. Dat is natuurlijk het leukste, vind ik eigenlijk, die uitdaging. En ik vind het ook leuk om soms, als centrale, soms doe je net alsof je hem naar de back speelt en dan speel je hem tussendoor. Ja. En daarna doe je het eigenlijk andersom, omdat je ziet dat hij je door heeft. Uh-huh. En dat spelletje is gewoon leuk om te spelen, zoals met een buitenspeler. Ja. Maar je zegt, het is leuk. Ik vind het leuk. Je zegt, het is leuk om te spelen alsof je dat op de PlayStation doet. Maar dit is wel... Er zitten wel 50.000 man te kijken naar. En je speelt nou net op in een linie waarin het cruciaal kan zijn. Dat die bal wel goed is, toch? Ja, tegen Macedonië bijvoorbeeld wilde ik hem naar de back spelen. En had hij me door. En toen moest... Ja, dat is kut. 25.000 man nu dan op de tribune met corona. Maar dan moet je terug. Maar als ik
Ik lig daar niet meer zo wakker van. Ja. Als ik die paas niet meer ga geven, dan zou ik mezelf meer druk maken. Zeg maar. Ja. Ik kan me nog goed herinneren, Bart. Jij was vorig jaar een tijdje geblesseerd geweest. Misschien heb je het ook tegen jou verteld, Tom. En hij speelde zijn eerste wedstrijd weer. Dat was tegen Ajax. En ik zat die wedstrijd te kijken en hij had het niet. En het was gewoon na 25 minuten was hij helemaal leeg. En op een gegeven moment sprak ik hem na de wedstrijd. En toen zei hij van ja, ik was 20, 25 minuten helemaal kapot. En dan krijgt op een gegeven moment... merk jij zelf dat je even 2 meter te ver naar buiten staat en dan blind, of het was Martinez wat de bal, zei hij achterin, maar dan denk je, hij heeft het vast niet gezien. En dan nog niet naar binnen gaan, boem, lag die bal er al achter, zag je weer, was hij weer te laat bij de eerste paal. Dat is, mensen vragen me wel eens, ja, dat is toch vet hè, tegen Feyenoord spelen of tegen dus, Ajax spelen in de arena. Zeker en dan probeer ik uit te leggen dat het eigenlijk meestal niet heel vet is om dit specifieke geval, want er zijn momenten dat je, dat is inderdaad waar, er zijn momenten dat je voelt als organisatie of als verdediging. Het klopt niet helemaal. Het staat nu net niet helemaal goed. Eigenlijk laat ik 2 meter te veel liggen. En dat wordt tegen heel veel clubs niet afgestraft. Maar uitgerekend tegen Ajax in de Arena, dan zal je altijd met dit soort spelers te maken hebben die precies voelen dat daar een zwakte in de defensie zit. Daar ligt tering zo. Moet ik weer 30 meter terug. Dat is waar. Ja, dat... maar dat is wel zo. Soms heb je inderdaad het gevoel van het staat goed. En ja die ballen met, ja, precies komen op. En soms heb je in de wedstrijd van oh... ja, dit gaat lastig worden, zeg maar. En dat is wel, dat herken je wel heel snel, denk ik. Je zegt net van ja dat je ook verantwoordelijk voelt als het 2-3 keer fout gaat. Een bal achter elkaar die je inlevert bijvoorbeeld. Doet dat iets met je? Nou, nu niet meer zo. Maar ja, in het begin wel. Echt in het begin van mijn carrière, als je een paar keer foute bal speelt, dan speel je toch al op safe. En dan ga je misschien een paar keer die bal achteruit spelen, waar je misschien wel vooruit kan spelen. Mm-hmm. En ja, nu maak ik me er tijdens de wedstrijd niet meer zo druk om, maar ja, ik word er wel chagrijnig van, zeg maar. En thuis, als ik dan bel ik mijn vader altijd af en na de wedstrijd en dan hebben we het erover en dan zegt hij het ook, ja, 3 keer slordig, dat of 4 keer. En zegt hij, ja, oké, kan gebeuren en weet je, maar dan ben ik er zelf eigenlijk nog geïrriteerd over. Ja. Maar eigenlijk speelt dat niet meer door naar een volgende wedstrijd of naar een nieuwe training of zo. Dat of het, kan ik het nu gaat plek vooral geven. Om het volgende moment, denk ik. Dus het gaat 2 of 3 keer fout. En in heel veel in mijn geval ook, dan ben ik eerder geneigd om... nog steeds. Zoals ik 2-3 ballen fout speel achter elkaar, dan ga ik niet de derde ook nog spelen. Dan doe ik even een paar keer simpel en dan ga je dan weer op zoek naar een beetje vertrouwen om die bal wel te spelen natuurlijk. Dus zo gaat het altijd. Kun je nog herinneren waar dat kantelpunt ergens zat, die carrière? Dat je dus daar niet meer echt door beïnvloed werd? Dat was in eigenlijk in het begin bij Ajax. Op een gegeven moment zat ik er ook niet echt heel lekker in. Ik speelde goede wedstrijden met minder goede wedstrijden. Toen is er ook een periode geweest dat ik uitgefloten werd door het publiek. En ja, toen had ik het wel zwaar. Toen dacht ik wel van ja... Ik kwam toen terug van Groningen van na een heel goed jaar eigenlijk. Na een half jaar. En toen kwam ik bij Ajax terug met heel veel vertrouwen. Ja, dat liep dan niet precies zoals ik had gewild. Ja, Frank de Boer had wel vertrouwen in me, maar ja, hij zette me ook een paar keer gewoon op de bank voor iemand anders waarvan ik dacht van ja, ik moet spelen. Sorry, ik moet spelen. En op een gegeven moment komt er zo'n moment dat je denkt van ja, scheid aan de hele wereld, om het maar even zo te zeggen. En we gaan gewoon alles geven en vooruit spelen, risico's nemen. En ja, op een gegeven moment, Frank de Boer hield het vertrouwen in me, bleef me opstellen. En het kwartje begon eigenlijk gewoon de andere kant op te vallen. En ja, toen heb ik eigenlijk wel voor mezelf soort van alles van me af kunnen schudden, zeg maar. En een beetje die positieve lijn ingezet. Maar ben nog even benieuwd naar dat teruggaan naar het moment bij Ajax. Want dat is totaal anders dan hoe je er nu op staat. Ik denk dat het, dat is het 2011, 2012. Ja. Je wordt uitgefloten door je eigen publiek in sommige wedstrijden. Wat doet dat met jou als je daar op het veld staat? Ja, heel veel. Ik ben opgegroeid bij Ajax, dus ik werd eigenlijk ook misschien onterecht, maar al toegezongen voordat ik überhaupt gespeeld had, wat ook met mijn achternaam te maken had, wat extra druk gaf. En ja, eigenlijk na een jaar, anderhalf jaar, werd ik eigenlijk afgeserveerd door het publiek. En dat doet pijn als je een volle arena je uitfluit. Ja. En als je bij een wisselmoment toegejuicht wordt en dat je eruit gaat. Ja. Ja, dat doet wel wat met je. Maar doet het ook iets met je spel? Los van dat het knaagt en ik kan me heel goed voorstellen dat het gewoon pijnlijk is. Maar doet het ook iets met je spel op dat moment? Ja, toen wel. Dan ga je inderdaad niet meer die ballen vooruit zoeken. Dan speel je gewoon met veel minder zelfvertrouwen. Ja. En ja, spelen met vertrouwen en zonder is nogal een verschil. Ja. En ja, op een gegeven moment moet je het zelf doen. En het
klinkt misschien heel simpel, maar op een gegeven moment moet je het van je afgooien en proberen toch weer het positieve en het zelfvertrouwen te vinden en het te laten zien op de trainingen. En daarom ben ik ook wel Frank de Boer altijd dankbaar dat hij me is blijven pushen. Hij heeft me nooit opgegeven, zeg maar. Hij heeft me altijd blijven opstellen. Hoe oud was jij toen dit zeg maar, gebeurde met uitfluiten? Ja, toen was ik denk ik 20 ongeveer. Ja, ik heb, dat is een compleet andere situatie, maar ik ben één keer in mijn leven, zeg maar, echt ook dat ik het idee had van, oké, nu fluiten ze mij persoonlijk uit. En ik zeg eerlijk, ik heb niet een hele grote of lange carrière gehad, maar dat is denk ik wel gewoon het naaste moment wat ik heb meegemaakt. Maar hoe, zeg maar, je zegt, je moet het van je af laten glijden, maar hoe heb jij dat gedaan? Ja, ik heb ook met de mental coach gesproken. Mijn vader is heel direct. Die zegt gewoon van boeien, trek het je niet van aan. Dat werkte dus ook niet. Dus toen ben ik naar mijn moeder gegaan. En mijn moeder is wel, daar kon ik gewoon mijn ei kwijt. Daar kon ik gewoon even lekker mee zeiken op de rest van de wereld, zeg maar. Mm. En veel meer mijn hart luchten. En het idee ook dat ze er wat mee deed en naar me luisterde. En toen heb ik ook advies van mental coach. Waar voel jij je prettig bij? Wat vind je eng in het veld? Weet je, hoe ga je om met bepaalde situaties? Nou, dan ga je bepaalde vastigheden voor jezelf creëren. Ja, en als je merkt dat bepaalde dingen lukken, hou je daaraan vast. En zo ben ik eigenlijk een beetje uit dat dalletje gekropen waar ik in zat. En met het vertrouwen van een trainer die je toch blijft zeggen, ik zie het in je zitten, ik blijf je opstellen. Mm. En dat deed gewoon heel veel met me. En, op een gegeven moment kon ik de buitenwereld van me afzetten, zeg maar. Wat is dan bijvoorbeeld een vastigheid waar je comfortabel in bent? Wat je hebt geleerd? Toenertijd weet ik nog dat hij vroeg me van tijdens de wedstrijd, kijk je wel eens op het scorebord en naar de tijd? En ik zei best wel vaak. Hij zei dat doen vaak spelers die onzeker zijn of die willen dat het misschien afgelopen is. Ja. En hij zei, wat als jij gewoon gefocust bent of je bent er niet mee bezig, dan weet je niet. Kijk je niet vaak naar het scorebord of naar de tijd. En dacht ik van zoiets simpels eigenlijk, maar ik kijk best wel vaak. Mm-hmm. En toen dacht ik moet misschien gewoon ook, wat vind je prettig in de kleedkamer? Vind je het prettig om juist met andere mensen bezig te zijn? Om gewoon heel vocaal te zijn in de kleedkamer? Of vind je het prettig om met een koptelefoon op te zitten en je muziek te luisteren en je helemaal af te zonderen? En dat deed ik dus altijd. Ik zat altijd mijn koptelefoon op. Mm-hmm. Ik zat me af te zonderen van de rest. Een soort van gefocust. Te concentreren, gefocust. Terwijl ik eigenlijk alleen maar op mezelf was inpraten. Het moet goed gaan vandaag. Het moet goed gaan. Ik moet dit doen. Ja, dat werkt alleen maar averechts. En eigenlijk, als je goed voorbereidt op een wedstrijd, dan op de wedstrijddag zelf ben je al voorbereid. Dan hoef je niks meer te doen. Je bent al ingesteld op de wedstrijd. Je hebt je al klaargestoomd. Dus toen dacht ik van misschien werkt dat voor mij ook gewoon niet om alleen maar in mezelf, in mijn eigen wereld te zitten. En toen ben ik eigenlijk in de kleedkamer gewoon veel meer praatjes gaan maken met anderen, met de fysio, met gewoon heel ontspannen eigenlijk naar een wedstrijd toe leven. En dat bracht me veel meer vertrouwen eigenlijk naar een wedstrijd toe en veel minder wedstrijdspanning. Lukt dat dan gelijk of is het in het begin dan een beetje soort van fake it till you make it? Dat je net doet of je ontspannen bent terwijl je het eigenlijk niet bent? Nou ja, tuurlijk gaat het in het begin met stappen. Het gaat niet van de een op andere moment dat je dat hebt. En het is ook niet zo dat ik van een op andere moment alleen maar goede wedstrijden heb gespeeld. Ja. Maar wat ik zeg, het vertrouwen van de trainer met daarin de dingen die ik zelf ontdekte. Ik denk dat dat mezelf veel gebracht heeft. Heb je dan ook wel eens een trainer gehad die na een verloren pot bijvoorbeeld zei van het is veel te los voor de wedstrijd. De sfeer en je moet je veel meer focussen. Heb je dat wel eens gehad? Ik heb er namelijk wel... Ik zit nu eigenlijk... Ik ben heel rustig voor de wedstrijd nu, maar ik speel altijd Candy Crush voor de wedstrijd. Speel ik altijd. Gewoon, ik speel het nooit, maar alleen voor de wedstrijd. Maar dat is een soort, bijgeloof dan. Bijgeloof geworden eigenlijk een beetje. En dus toen in het begin ook bij Ajax, toen zeiden de fysio's tegen mij, ik wil geen telefoon op de massagetafel. Zei ik, het is mijn voorbereiding. Ja. En een trainer die kan ook graag van eerst op zijn telefoon van sorry, maar je moet toch eigenlijk doen wat je zelf prettig vindt. En uiteindelijk spreek je dat ook uit en dan vinden ze het prima. Maar je hebt wel eens te maken met anderen die denken van... hé, wat ben je nou aan het doen op je telefoon? Maar het is ook niet zo dat ik 2 minuten voordat ik naar buiten ga... nog berichtjes zit te sturen of zo, weet je. Nee. Dat is wat anders. Ja, want je nog even terug op wat je net zei. Want we sprak met die mental coach. In eerste instantie ging je dingen ontdekken die je eng vond op het veld. Wat is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van? Toch eigenlijk gewoon puur de angst om fouten te maken. Ja. Om weer eigenlijk dat gefluit te horen. Ja. En
je zal zelf misschien ook een keer gemerkt hebben, als je een paar keer niet lekker in de wedstrijd zit, dan is het lijntje met die supporters ook veel dunner wat ze accepteren. Mm-hmm. Je hebt weinig krediet op een gegeven moment. Ja. En ja, een foute voorzet of een bal die bijvoorbeeld een buitenspeler diep gaat en jij speelt hem naar hem in de voeten en dan gaat over de zijlijn. Ja. Dat zijn gewoon dingen waar je dan toch keihard mee geconfronteerd wordt. Ja. En wat toch zeker niet helpt voor je zelfvertrouwen. En waar het publiek eigenlijk vol erop klapt. En er zijn toen wel momenten ook geweest dat ik ook... het klinkt misschien gek, maar we zaten dan voor de Champions League speelde. Bijvoorbeeld moesten we in de line-up staan. En ik was helemaal zat met die supporters op dat moment. En ik dacht van, ik klap ook niet meer voor jullie ook. Mm. En toen ben ik eigenlijk gewoon sindsdien ook in mijn eigen wereld van... Oké, het gaat gewoon om jezelf. Je staat er gewoon, je voetbalt... Uiteindelijk gewoon voor je team, voor jezelf, voor je eigen prestaties. En uiteindelijk heb ik dat met al die tools die we eigenlijk net een beetje besproken hebben, een plek kunnen geven en vooruit kunnen gaan. Dus dat stoppen met klappen, dat is een soort erkenningsmoment van... Ik heb ook eigenlijk niet zoveel met die mensen te maken die over mij fluiten, maar het gaat om mijn eigen prestaties. Eigenlijk wel, Sorry dat ik je onderbrak wat wij zeggen. Ja, ik vind het wel belangrijk om te benadrukken, want ik vind dat je super mooi uitlegt, maar dat is echt volgens mij een hartstikke lastig proces om van weet je wat, de trainer houdt vertrouwen en ik moet daar gewoon mee doorgaan en blijven proberen. Want ik heb het heel lang geprobeerd, maar ik ben daar gewoon niet echt uitgekomen op een hele geslaagde manier, dat ik het echt zeg maar los kon laten. En... Maar de trainer hield ook geen vertrouwen. Nee, dat is... Ik ben er niet meer uitgekomen. Maar ik denk dat het wel een rol speelt. Kijk, een trainer die je gewoon veel vertrouwen in je uitspreekt, en die eigenlijk ondanks het publiek je toch blijft opstellen en het in ziet zitten. Ja, dat heeft me echt wel ontzettend veel geholpen. En ik vind dat wel laat, want voor mijn gevoel, vertrouwen moet toch uit jezelf komen? Althans. Ja, maar dat is niet voor iedereen, toch? Nee, maar voor mij, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar voor mij geldt, ze kunnen tegen me zeggen wat ik wil, maar als 10 mensen kunnen zeggen dat ze me fucking goed vinden, maar als ik het zelf niet voel, dan heeft het geen zin. En andersom, als ik zelf super goed in mijn vel zit en een trainer lijkt aan me te twijfelen, zal het geen invloed hebben op me. Nee, maar het is wel lekker als je gewoon weer in de baas staat. Maar kijk, als je krediet krijgt, dat begrijp ik. Maar het is ook als jij bijvoorbeeld heel lekker in je vel zit en je hebt zelfvertrouwen, dan speel je een buitenkantje rechts. Dan doe je dingen die misschien een kapje in de spits uit. Of dan doe je misschien dingen die je, als je onzeker bent, niet snel doet. Nee. En ik denk vaak, een speler heeft gewoon bepaalde kwaliteiten die altijd bezit. Ja. De kwaliteiten heb je. Alleen een speler met vertrouwen, die laat toch veel meer kwaliteit tot uiting komen dan een speler zonder vertrouwen. De wereld van en dat is denk ik gewoon toch een vreemd iets. Dat eigenlijk wat je zegt, het vertrouwen zit altijd in je. Mm-hmm. Maar toch op een bepaalde manier komt het... Pas naar buiten als je het ook echt voelt, zeg maar. Eens, Wil jij nog iets leren eigenlijk? Over vertrouwen? Nee, ik bedoel, wil jij als voetballer nog een... Ik ga nog de schoolmeester uitlopen. Over voetbal. Ga ik je eens even uitleggen. Nee, ik bedoel, wil jij nog... want je bent denk ik 31. 31, ja. Wil jij nog... is nog iets in het voetbalspel waarvan je denkt... hier kan ik nog wel een goede stap vooruit inzetten, ondanks mijn leeftijd? Ja, ik kan nog genoeg leren wat het net over onze trainer Ten Hag, zeg maar. Ja. Ik vind het nog sneller bepaalde tactieken herkennen van een tegenstander bijvoorbeeld. Om het zelf misschien ook in een wedstrijd een keer om te kunnen zetten. Om een beslissing te kunnen maken. En het lijkt me ook leuk om na het voetbal daarmee bezig te zijn. Om meer op tactisch gebied ook dat soort dingen allemaal op te steken. Mm. En echt op voetbalgebied blijf je jezelf natuurlijk nog ontwikkelen op het goed staan van posities, verdedigend... het aanvallende spel. Je blijft jezelf natuurlijk op de training altijd proberen beter te maken. Ik zit nu rubriekje. Ik zat even na te denken over deze aflevering van tevoren. En toen bedacht ik ineens dat onze vriend Roy Kortsmit, die had nog een mooie anekdote. Dat heeft hij denk ik wel 10 keer verteld aan de lunchtafel bij Sparta. Dat hij was volgens mij 1 keer of 2 keer uitgenodigd voor Nederlands elftal onder 23 of onder 19. Toen zei hij toen zat ik daar en toen kwam er al gelijk. Hij zegt, ik was helemaal alleen. Ik kende niemand. En gelijk in de eerste minuut komt er iemand naar me toe. Die zegt, hey, wil je ruilen van kamer? En hij zegt, ik heb het gewoon gedaan. En toen kwam ik met Daily Print op de kamer. Hij zegt... Heel het weekend geen woord met elkaar gewisseld. Kan je nog even factchecken? Weinig indruk gemaakt. Dat is toch mooi. Iets toys even doen. Brand los, Fok. Oh ja, paneltje. Ja, we hebben dus een, wat van tevoren even uitgegeven, we hebben een kleedkamerpanel. Daar zitten ongeveer 100 postspelers in. En we hebben dat nu ook met wat luisteraars gedaan. En daar sturen we gewoon de stelling naartoe.
Het ging deze week over uitfluiten. En ja, wat op zich nog wel grappig was, werd er gevraagd of het oké is als speler. Als je wordt uitgefloten, of je dan reageert op het publiek. Bijvoorbeeld met Ziyech. Mm-hmm. Toen ik met hem Heerenveen speelde, was er wat gezeik mee, weet ik nog. Ja. Waar Ajax ook wel eens gehad. Maar wat denken jullie dat voetballers zelf vinden? Mag je reageren of niet? Ik denk dat ze vinden dat ze mogen reageren. Denk jij? Ik denk het ook wel. Ja, 70-30. Dus mm-hmm. Vond ik nog wel redelijk. En verder was het kleedkamerpanel niet zo heel interessant dit keer. Maar vooral het woonkamerpanel. Ja, dat zijn natuurlijk gewoon fans. Ja. Dus daar hadden we ongeveer dezelfde vraag aan gesteld. Heb je wel eens een speler van je eigen ploeg uitgefloten? Nou, wat 70% heeft wel eens iemand van zijn eigen ploeg uitgefloten. Vond ik vrij dat is nog laag, vind ik. Vind je het oké dat spelers van je eigen ploeg worden uitgefloten? 70% vond het wel oké. Maar ze vonden het ook oké als dan spelers reageren. 85% vond dat wel prima. Okay. Als daar op gereageerd wordt. Maar je had wat reacties. En iemand reageerde. Vond ik wel een redelijk typische supportreactie. Helemaal als een speler een grote mond heeft of veel betaald wordt, vind ik dat hij wel mag worden uitgefloten. wel duidelijk. En ander was, objectief en van een afstandje vind ik het eigenlijk niet oké om individuele spelers uit te fluiten. Je bereikt er vrij weinig mee, maar sommige spelers maken het je wel erg lastig. En zodra ik door de poorten van het stadion kom, gaan er ook nog eens automatisch 15 punten van mijn IQ af. En met mij duizenden anderen. Dan ga je wel eens over je eigen fatsoensrollen heen. Ik denk eigenlijk dat dat misschien ook wel het meest is. Toch? Dat het gewoon heel emotioneel is en mensen hebben gezopen. Ja, en anoniem. En het is anoniem. Ja. Nee, kijk, je mag best eens fluiten, vind ik. Maar het is anders als je het één keer doet in een bepaalde wedstrijd. Of het komt wekelijks terug. Ja, en dat is wel een verschil, vind ik. Ik vind het... Het stomme aan het fluiten is dat je... Het heeft geen enkel doel. Het gemeenschappelijke doel wat je hebt is dat het beter gaat... Ja. met die specifieke speler of met je team. Maar fluiten werkt... Het is niet constructief, zeg. Het heeft nog nooit iemand beter gemaakt. Ja. Letterlijk, het gaat alleen maar slechter. Er waren ook best veel reacties dat mensen zeiden... Ja, ik ben er in principe tegen... Maar in sommige gevallen kan het echt niet anders. Ja, dat is even simpel. Maar vind jij het oké als een... Nee, ik vind het echt... ik vind het echt een ernstig Vlaam. Maar ik vind het... Kijk, als het naar richting een tegenstander is... En bijvoorbeeld in de Kuip had je dan... Ja, je hebt het met Ajax helemaal meegemaakt. Zit het veld op het komt en er is zo'n orkaan van... Maar fluiten de mensen, dat is heel tof. Maar dat is ook mooi, toch? Ja, dat is voor tegenstanders waanzinnig. Maar het gaat natuurlijk om met je eigen ik snap daar echt helemaal niks van. Ja, precies wat ik zei. Je wilt je onvrede uiten, nou, daar kan ik helemaal mee. Maar je wilt toch altijd dat je ploeg zeg maar, het beter gaat doen, of dat het iets beter gaat. Maar ik heb niet het idee dat er ooit iemand beter is gaan spelen omdat hij uitgefloten werd. We hebben twee of drie weken geleden in onze podcast, we halen vaak een interviewtje aan van een sporter of iets anders. Hm. En we hebben het interview van jou tijdens het EK even aangestipt, omdat het mooi en oprecht was, vonden wij. Maar wat ik er bijzonder aan vond, gaat over het geval van Christian Eriksen. Is dat je er een aanbeveling in stopt. Namelijk dat je mensen vraagt, pers, supporters, journalisten vraagt... om niet te speculeren over de toekomst van Eriksen. Ongetwijfeld met je eigen verhaal in je achterhoofd. Ja. Waarom vond je dat zo belangrijk om te benadrukken? Eigenlijk een beetje ook aangeeft wat ik zelf... ook het een en ander meegemaakt in die, in die richting. Hartproblemen. En ik weet nog toen ik eigenlijk... Het was net gebeurd. En volgens mij... de dagen daarna was het eigenlijk steeds een item... bij Fox Sports, bij VI, noem maar alle praatprogramma's van voetbal die er zijn. En toen eigenlijk bij Fox Sports kwam toen een hartspecialist in de studio aan de telefoon... en ze mochten allemaal vragen stellen. En eigenlijk was de conclusie dat ik nooit meer mocht voetballen. En dat ik eigenlijk moest stoppen. En dat het voor mij gewoon een over- en uitsituatie zou zijn. En daar zat je naar te kijken? Of dat ik keek het gewoon, Wow. En dan beseffen hun niet wat het met mij doet misschien. Ja. Ik ben, vind ik zelf, redelijk mentaal sterk. Ja. Het triggerde mij alleen maar om te laten zien van... luister, wacht maar hoe snel ik terug ben. Mm-hmm. Maar ze beseffen ook niet dat... hoeveel andere clubs kijken ernaar waar jij misschien nog ooit een stap wil maken? Hoeveel clubs of spelers van jouw teamgenoten die denken van... het is klaar met die jongen. Ja. Of we moeten misschien als club op zoek naar al iemand anders. En uiteindelijk, wat doet het met mij waar ze over na moeten denken? Ja. Wat doen ze met mijn carrière en als persoon? En ik denk dat ze daar gewoon heel voorzichtig mee moeten zijn. Ja. Ik denk dat ze... zo'n arts die daar in de studio komt... die zal ongetwijfeld heel veel weten over hartsituaties. Ja. Maar hij weet niet mijn dossier. Hij kan dus ook niet weten wat er precies met mij aan de hand was.
En ja, of ik wel überhaupt wel niet zou kunnen voetballen. Ja. Of sporten überhaupt. Ja. En ja, dan vind ik het frappant eigenlijk dat zo'n iemand die eigenlijk vrij hoogbegaafd is, denk ik. Zulke beslissingen maakt om dat soort dingen op tv uit te roepen. En ook nog is het eigenlijk de journalisten daar, of de analisten daar zo vol op ingaan. Ja. En daar heb ik me eigenlijk ook aan gestoord. Ja, dus zijn vooral, het probleem vooral dat het eigenlijk wel autoriteit is op dat gebied. Dus op het moment dat hij zoiets zegt, dan... Mensen nemen dat voor waar. Ja, tenminste, als ik zoiets zie en ik zie een cardioloog zoiets zeggen, dan denk je ook van hij weet wel waar hij het over heeft, denk je dan. Ja, precies. Dus, maar ze weten inderdaad mijn dossier niet. En dan krijg ik een beetje altijd het gevoel van... bij de analisten of journalisten of die dan zo snel mogelijk... Ja, wie is het eerste? Wie gaat het eerst naar buiten brengen? Ja. En daar stoor ik me. Wie komt eigenlijk met feiten? Ja, ze kunnen ook mij bellen of het management. En misschien wil ik er nog niks, misschien wel over zeggen. Maar daarom zal ik met sommige journalisten veel sneller een interview geven... dan überhaupt aan iemand anders. Omdat sommigen die geven je de tijd. Die geven je de ruimte om uiteindelijk je eigen verhaal te vertellen... en het gewoon met feiten naar buiten te brengen. En in plaats van eigenlijk de journalisten of de soms toen de tijd bij Fox. Laten we zo snel mogelijk een cardioloog zo snel mogelijk de juiste vragen stellen. En zo snel mogelijk eigenlijk online kunnen vertellen dat het uiteindelijk niks meer wordt. Mm. Of ik denk dat dat niet de juiste manier is. En ook niet fair tegenover op dit moment mij of Christian Eriksen. Ja. Of welke blessure dan ook in dat geval. Ja. Ik denk dat ze zich dat gewoon niet hebben gerealiseerd. Dat het gewoon dat is wat media moeten doen. Namelijk zo snel mogelijk. We hebben weer een praatprogramma te vullen. Wat gaan we hier weer eens over zeggen? En dat ze zonder eigenlijk rekening te houden met de dingen die jij nu aanstipt. Gewoon televisie zijn gaan maken. Nee, denk je dat ze zich dat niet hebben gerealiseerd? Ze hebben gewoon scheid aan. Dat is een ding. Dat denk ik eerder. Dat zou kunnen. Ja, het is ook logisch dat een journalist van eens vragen gaat stellen over bepaalde situaties. En daarvoor misschien ook een cardioloog opbelt. Mm-hmm. Maar de vraag is ook nog twee van, gaat zo'n cardioloog erop in? En wat heeft hij te vertellen over mijn situatie? Kijk, hij kan best vertellen wat een hartritmestoornis inhoudt. Gewoon, dat kan hij vertellen. Of het heeft niks te betrekking tot mij. Dat kan iedereen overkomen. Ja. Maar echt op iemands dossier daarover iets uitlaten, dat gaat wel een stap verder, vind ik. Ja. En ik denk ook als journalisten moeten daarnaast zichzelf die verantwoordelijkheid voor nemen om sommige dingen misschien wel te vragen, maar misschien nog niet uit te zenden. Of eerst nog een reactie te vragen bij het kamp van degene waar het om gaat, zeg maar. Ja. Ben jij mentaal over die incidenten heen? Wat er met jou zelf gebeurd is. Als je het niet over hebt, is dat is prima. Maar ik dacht van wel, maar ik denk misschien nog niet helemaal. Nee. Maar wat ik zei, ik denk dat ik mentaal heel sterk ben. Ik heb het eigenlijk altijd een soort van weggestopt. Mm-hmm. En eigenlijk met Christian Eriksen was het confronterend. En zo had ik er nog nooit naar gekeken eigenlijk. En ga je dan, het is een hele persoonlijke vraag hoor. Je speelt voor mij een aantal dagen daarna zelf. Ga je dan die wedstrijd ook echt in met een bepaalde angst, zeg maar, voor je eigen lichaam? Eigenlijk wel. Want het moment dat het gebeurt, ik had het zelf, ik weet niet of jullie het zaten te kijken, maar je zat te kijken en je ziet het gebeuren, maar je beseft het eigenlijk ook nog niet helemaal wat er nou allemaal gebeurt. Ja. En toen op dat moment werd ik gebeld door mijn ouders, mijn vrouw, huilend aan de telefoon van... confronterend besef je wel dat jij misschien zo had kunnen liggen op de grond, zeg maar. En toen sloeg eigenlijk alles een beetje in als een bom, zeg maar. Mentaal had dat ook gekund. En juist daarvoor, toen dat nog niet gebeurd was je juist op de goede weg om dat helemaal te vergeten en gewoon vrij in een wedstrijd te spelen en daar niet meer aan te hoeven denken. Mijn vader gaf volgens mij vlak daarvoor een interview ook en die had gezegd dat na ongeveer een jaar of... iets langer dan een jaar was ik eindelijk dat ik er niet meer aan dacht voor een wedstrijd. Ja, had ik gelezen naar de eerste tegen Liverpool. Ja, precies. En dat was ook echt zo. Dus ik had wel iets overwonnen echt, zeg maar. Ja, en dan krijg je dit. En dan moet je eigenlijk weer die strijd soort van aangaan met jezelf. En dan uiteindelijk beslis je toch om te gaan spelen. Eigenlijk puur om het feit dat als je het niet doet, dan wanneer ga je die stap wel maken, zeg maar. Uh-huh. Heeft het ook iets positiefs opgeleverd of is het eigenlijk alleen maar... Mij? Ja. Misschien in de zin hoe je naar het leven kijkt of naar de wereld nu. Soms kan ik vrij zwart-wit en nuchter naar dingen kijken. Je beseft wel dat je
Laat ik zo zeggen, ik heb ervan geleerd dat ik veel beter op mijn voeding ben gaan letten. Veel beter op mijn rust voor wedstrijden, voor inspanning. Veel beter aan mijn lichaam gaan denken eigenlijk nadat het allemaal gebeurd is. Okay. Heb je nooit een moment gehad van dat je dacht van dat hele voetbal kan me gestolen worden? Ik vind dit te gevaarlijk of ik vind het risico niet waard? Of? Twee kanten eigenlijk. Soms heb je die gedachten natuurlijk wel. Maar eigenlijk was het moment dat de dokteren of de artsen tegen mij zeiden, je mag weer gaan sporten, je bent veilig. Dat was voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste. Mm. En toen ging bij mij ook gewoon de knop om van oké, dan wil ik zo snel mogelijk. En dan ga ik gewoon gelijk het veld op en gelijk die grenzen weer opzoeken, want het kan, ze geven me die vrijheid. Mm-hmm. En als mensen dan tegen mij zeiden van, Deli, waarom, je hebt het goed thuis, je hebt een mooi gezin. Misschien voor het financiële, hoef je het niet te doen. Waarom stop je er niet lekker mee? Dat zijn eigenlijk punten waar ik me eigenlijk aan irriteerde. Want kijk, ik heb laatst ook een gesprek gehad met mijn vrouw en mijn vader hierover. Van, kijk, voetbal is voor iedereen misschien een bijzaak. Maar voor jullie als voetballers is het hoofdzaak. Mm-hmm. En op dat moment is dit nu, voetbal is hoofdzaak in mijn leven. En dat ben ik nog niet bereid om op te geven, zeg maar, als het niet hoeft. Kijk, als de artsen tegen mij zeggen, het is helemaal niet veilig. En je mag gewoon niet meer, omdat de kans groot is dat het nog een keer gebeurt. Of omdat je misschien niet meer opstaat. Ja, dan doe je niet meer. Dan stop je natuurlijk. Maar als ik die vrijheid heb, dan en de artsen zetten alles op groen. Ja, dan vind ik ook dat ik nog het spel nog te leuk vind om al te zeggen, ik stop ermee, zeg maar. Ja, het zegt veel, denk ik, over de passie die je hebt voor. En daarom, ik begrijp heel goed dat mensen het zeggen, maar eigenlijk triggert me juist meer om juist te gaan spelen, zeg maar. In plaats van, misschien zou ik zelf wel denken van ik stop ermee. Mm-hmm. Maar misschien triggert me juist van, wacht, ik ga juist spelen. Ja. En dat is misschien weer ook een beetje een rare gedachte. Nou ja, maar zo zat het wel soms in elkaar. Is misschien toch even goed om aan te stippen, want het kan voor mensen die Sparta op de voet volgen een beetje gek zijn als we hier nu niks over zeggen. Ja. Maar ik zag dat jij ging de minuut 40 af zaterdag. Ja, het is natuurlijk een beetje raar om het in dit licht te vertellen, maar ik had wel een oefenwedstrijd afgelopen zaterdag tegen Excelsior. Ik heb er wat problemen met mijn hart, voor mijn gevoel. De laatste, eigenlijk een half jaar geleden is dat een aantal keer gebeurd. Twee keer op een training, schouders opgehaald. Die dacht, niks aan de hand. En een derde keer in een oefenwedstrijd. En toen het drie keer in twee maanden gebeurde of zo, dacht ik, ik ga toch eens even aan de bel trekken. Dus ik heb een heel onderzoek gedaan met de cardioloog. En filmpjes, twee dagen met zo'n kastje gelopen en alles. En er was duidelijk dat daar biologisch niks aan de hand was. Althans, dat ik geen risico of extra risico liep of zo. En dat was fijn. Dus eigenlijk sinds januari helemaal geen last meer van gehad. Totaal uit mijn hoofd. En toen was afgelopen zaterdag die oefenwedstrijd tegen Excelsior. En ik krijg na een minuut of 30 weer precies dezelfde klacht eigenlijk. Dat is een torenhoge hartslag. Wat normaal kan zijn in een wedstrijd, maar die niet meer wegtrekt. Dus die blijft hoog, ondanks even een rustmomentje. En het gevolg is, longen lopen vol, druk op borst. En alle energie stroomt eigenlijk uit mijn lichaam. En ik probeerde dan tot de rust te rekken. Maar dat ging niet. Dus ik was er eigenlijk heel nonchalant over een lange tijd. Maar nu is de eerste keer. Ik stap helemaal niet snel uit een wedstrijd als er iets vervelends aan de hand is of zo. Maar dit was de eerste keer dat ik dacht, kut, dat stelt toch niet helemaal gerust. Dus ik weet verder niet. Ik vind het een beetje apart om te zeggen in het licht van wat jij en mensen om jou heen hebben meegemaakt. Het is wel iets waar je het liefst geen gezeik mee wil. En wat je het liefst tot de bodem wil uitpluizen. En waar je ook lange tijd in ons land mee om kan gaan. Maar op een gegeven moment op een punt komt van, ik wil het toch wel even uitzoeken wat er aan de hand is. Dus dat zal mij niet remmen de komende tijd om te spelen of te trainen. Maar ik ga op de achtergrond wel een onderzoek doen om te kijken of daar iets aan te doen is en of er iets aan de hand is. Maar het is ook logisch, het is natuurlijk niet je hamstring waar het om gaat. Ja, dus dat, ik zei precies dat tegen jou, want jij hebt heel erg de neiging gehad om dingen een beetje te downplayen. Ja. Ik zei precies dat, het is niet alsof je even drie keer in twee weken kramp in je kuit hebt, dat je denkt van, laat eens gaan. Dus, nee, ik heb bij United ook al onderzoeken gehad en zo. En daar was ook helemaal niks van gevonden. Ja. En uiteindelijk ga je ook weer gewoon doorspelen. Ja. Zolang je je goed voelt. Ja. En als jij nu de komende drie, vier wedstrijden of hopelijk vaker geen last hebt. Ja. Dan denk je ook van,
Okay. Het is weg. En dan hou je er eigenlijk ook geen rekening mee. Ja, dat is waar. Het kutte eraan is als het een soort repeterend verhaal is, als het een terugkerend verhaal is, ja, dan gaat het je zo belemmeren in je, sowieso in je sport, maar misschien ook in je vertrouwen over je eigen lijf. Ja, dat wil je gewoon voorkomen. Dus was even vervelend, maar ik hoop dat het de betere kant op gaat. Ja, ze kunnen genoeg tegenwoordig, dus... Geen zorg. Ik heb je nummer dus. Geen zorg. Goed. Iets luchtigers om mee af te sluiten. Dat doen we elke week. De aanraders van de week. Thomas had in de eerste... Normaal doen we... Ik doe vaak boeken. Ga nou weer. Dus Thomas die doet gewoon de eerste aflevering. Zegt alleen Barcelona stad. Maar nu krijgen we gewoon wel foto's doorgestuurd van mensen die in Barça zijn. Dat is leuke aanrader. Dat is gewoon een goede tip. Ja, dat is een goed tipje. Sorry Bart, ga verder. Spijt me. Nee, ja, we hebben jou ook gevraagd, Deli, om iets te delen daarover. Ik ben benieuwd wat je hebt bedacht. Heel veel boeken lees ik niet. Ja, biografieën een beetje, dat soort dingen. Muziek. Ik luister graag naar de script. If You Could See Me Now vind ik bijvoorbeeld echt een mooi nummer. Verder kijk ik veel series, films. Suits bijvoorbeeld. Of Casa de Papel van de laatste tijd. Ja. Verder, wat voor aanraders wil je nog meer weten? Er zijn wel een hele hoop aanraders. Ja. We gaan eruit met een liedje en gaat er eentje van de script worden. Maar eerst maken wij het rondje af. Okay. Ja, ik zie alweer dat er iets raars. Ik zie weer heel veel dat er iets raars. We gaan het ter plekke bedenken. Nee, er komt helemaal niks raars. Berlijn, een mooie stad. Burgerlijk Haamsteden. Nee, ik heb toch de afgelopen weken de Arctic Monkeys weer een beetje herontdekt. Dus ja, die wil ik dan natuurlijk ook weer gaan aanraden. Hun eerste album vooral, die zanger van de Arctic Monkeys, Alex Turner, die is een beetje mijn leeftijd. Dus die was een jaartje of 18 toen hij dat eerste album schreef. En het gaat alleen maar over naar clubs gaan, eruit gegooid worden... prille relaties die of meisjes die hem niet zien staan. Allemaal zulke dingen. Ja, autobiografisch voor jou, luistert het? Ja, dat was wel echt inderdaad voor mij op dat moment heel ook autobiografisch inderdaad. Whatever people say that I am, that's what I'm not. En zo heet het album van de Arctic Monkeys, dus die wil ik aanraden. Niet slecht, dat mag. Ja, ik heb natuurlijk vorige week Harry Mulisch aangeraden. En dat werd me niet echt in dank afgenomen. Dat was ongeveer 1000 pagina's. Ik denk, weet je wat, ik wil toch weer iets met een boek doen. Ja. Maar ik wil de mensen wat tegemoet komen. En er is tegenwoordig een trend gaande dat veel klassieke boeken... en ook gewoon goede boeken, nieuwe boeken... die worden dan ook gemaakt als graphic novel. Dus het is gewoon een mooi soort luxe stripboek. En dat leest wat makkelijker, maar dan krijg je wel het verhaal mee. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld Sapiens van Harari is de eentje die ik heb. De Max Havelaar is uitgebracht tijdje terug. En ik zag nu van de week, was ik in Donner... en hebben ze 1984 van George Orwell. Mm-hmm. Ook favoriet van de coronawappies deze tijd, dat boek. Dus de graphic novels is mijn aanrader. Lekker, all right. Ik wil mensen aanraden om naar Andere Tijden Sport te kijken. Thomas, jij moet het zeker kijken. Royston Drenthe speelt daar een hoofdrol in afgelopen week. Ik heb het vorige week gekeken en gek genoeg werd het gisteravond weer uitgezonden. Ik heb eigenlijk gewoon nog een keer gekeken, als precies dezelfde aflevering. Maar ze interviewen Royston waar hij nu zit in Murcia. En we hebben allebei met hem gespeeld. Het is zo'n innemende en openhartige jongen die... krankzinnig leven heeft geleid natuurlijk. Misschien heb jij ook met hem gespeeld, denk ik, bij een Oranje. Nee, ik heb met hem gespeeld. Nou, die voor een godsvermogen naar Madrid ging en daar als een god heeft geleefd. En het leuke is, wij zijn altijd nog een beetje soms schamper over wat we uitgeven en wat we verdienen. En hij gooit het allemaal maar op tafel. We hebben 1,2 miljoen in Madrid en ondertussen stopt hij nog een snoes onder en zijn lucht. Het is zo leuk om naar te kijken, maar het is ook gewoon, we kennen hem een beetje. Het is echt een lieve gozer ook. Die ook soms een beetje een puinhoop van heeft gemaakt onderweg. En dat is een mooie aflevering van Andere Tijden Sport. En dat eindigt dus waar hij nu zit op het derde niveau van Spanje. Het ziet er ook een beetje treurig uit natuurlijk. Lege tribunes, nauwelijks tribunes eigenlijk. Is hij afgetraind op het moment of is hij dik? Hij ziet er iets beter. Hij was een tijdje iets te zwaar, maar hij is zo extreem. Dan is hij heel dik en dan gaat hij tyfus hard trainen. En dan ziet hij weer alle blokjes en dan ziet het er weer allemaal heel strak uit. Ik heb het idee dat hij nu een beetje in die periode is aan het komen. Maar het is leuk, het duurt maar een half uur. Het is leuk om naar te kijken. Dus dat was hem.